Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Jury en vandaag heb ik weer een tip wat met schoenen te maken heeft. Ja, die witte rand hier, die wordt bij mij altijd heel erg snel vies. Hier zie je ook wel redelijk vies en hier op de bovenkant zit ook wat viezigheid. Hoe haal je dat nou weg? Dat is super makkelijk en dat ga ik jou nu laten zien. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een nagellak remover. Je doet wat nagellak remover op een watje. En die wrijf je dan over het witte gedeelte heen. En dan zul je zien dat het gewoon weer brandschoon wordt. Echt als nieuw. En het is niet schadelijk voor je schoenen, zolang je het maar wel op het rubber doet. Je hebt hier gewoon een hele simpele nagellak remover van de Albert Heijn. En ik weet zeker dat je die thuis nog wel kan vinden. Misschien in een kastje in de badkamer. Of van je zus, van je moeder, van je vriendin, zoiets. En dan heb ik hier nog wat wattenschijfjes. Nou, je dept er wat op. Dep. En ik heb hier mijn vieze schoen. Dan moet je gewoon eroverheen wrijven totdat het weg is. Ja, zoals je ziet verdwijnt het als sneeuw voor de zon. Deze truc werkt het beste op vlekken die er nog niet zo lang op zitten. Dus als je nou een vlek hebt, doe het dan meteen. Dan ben je er meteen vanaf. Ik deed net op wat vlekken die er al langer op zitten. En dat duurt dan ook een stuk langer om ze weg te krijgen. Maar ze gaan wel degelijk weg. Vond je deze tip nou handig? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Laat ook een leuke reactie achter. En laat ons dan ook weten of het heeft geholpen bij jou. Ook kun je ons toevoegen op Snapchat en op Instagram. Op Instagram heten wij handigetips.ig. En op Snapchat heten we gewoon handige tips. Tot de volgende keer. Dat is handig.